We zijn momenteel in Amsterdam. Het project aan de TT Vaarzanweg in Amsterdam-Noord. Het heet nu ook Het Dok. Hier worden 449 appartementen gebouwd en dat doen we voor aannemer Van Wijnen. Wij doen hier complete ventilatietechniek voor alle woningen. En de appartementen die staan nu op de 21ste verdieping van de hoogste toren in een penthouse. Maar er zijn hier ook gewoon heel veel normale gesitueerde woningen met normale grootte. Dus het is heel divers qua woningen hier. Wat we hier hebben gedaan is ventilatie aangebracht in elke woning met het CERA-systeem. Dat is een collectief systeem waarbij de luchtbehandeling plaatsvindt in luchtbehandelingskasten die op het dak staan. Daar vindt de warmteterugwinning plaats en op die manier ventileren we deze woningen. Het bijzondere aan dit project is dat het met name de omvang is. 449 woningen in bijna 2 jaar tijd. Het is zo dat de voorbereidingstijd daarvoor ook al langer heeft geduurd. Dus al met al ben je 2,5 tot 3 jaar verder voordat dit project wordt opgeleverd in maart 2022. We zitten kort op opleving. Dus met name de omvang. 449 woningen, 8 luchtbehandelingskasten verdeeld over de 3 torens. Dus met name logistiek en de omvang was de grootste uitdaging hier. Onze projectleider Jan Tromp is bijzonder trots op dit werk. Hij heeft dit project vanaf het begin af aan begeleid. Samen met onze werkvoorbereiders en modelleurs. Met name toch met elkaar ervoor staan om het tot een mooi geheel te krijgen. Ja, daar is hij trots op en zijn we als bedrijf trots op om dat voor Van Wijnen te mogen realiseren.